Welkom bij Bellicon. Graag vertel ik u iets over de relatie tussen lip- en lymfoedeem met de Bellicon. Het mechanisme wat erachter zit wat betreft het lymfesysteem is dat net als dat het hart verantwoordelijk is om het bloed rond te pompen, zijn alle spieren verantwoordelijk om het lymfesysteem rond te pompen, dus de vloeistoffen in het lichaam. Dat betekent dat op het moment als je op de mat staat en je veert in, dan krijg je een remweg en gedurende de tijd van die remweg krijg je contractie van de spieren. En gedurende de beweging omhoog krijg je een ontspanning van de spieren. En dat fungeert dan als een pomp. Dus op het moment als er op bepaalde plekken vocht vastgehouden wordt, dan kan dat weer makkelijker in beweging worden gebracht. En ja, dat hebben we ook aangetoond met een kleine studie bij de Universiteit van Leuven. En daar kwam uit naar voren dat het gebruik van de Bellicon 2 tot 3 keer meer was in relatie tot een andere bewegingsvorm om het lymfesysteem in beweging te zetten. Graag nodig ik u uit om straks met ons een aantal oefeningen mee te doen die heel specifiek gericht zijn op het lymfesysteem. Alvast heel veel plezier. Sta in de juiste positie, de voeten onder de heupen, onder de knieën, enkels recht, bekken neutraal, lichaam rechtop, schouders ontspannen. Vanuit hier beginnen we heel rustig met op- en neerveren. En dit is al voldoende om het hele systeem te activeren. Dus inveren, aanspanning, omhoog, ontspanning. Breng het gewicht van het ene been op het andere been. Zet af met de hielen. Knieën recht naar voren, lichaam rechtop, als een ballerina. Dus op het moment als je deze beweging maakt, ziet het er als volgt uit. Zet de voeten tegen de cirkel en beweeg het lichaamsgewicht van je ene been naar je andere been. Knieën gaan recht naar voren en vanuit deze positie strek de armen. Op het moment als je moeilijker je evenwicht kunt bewaren en je hebt een T-bar of een steun, kun je één hand de steun vasthouden en deze beweging maken en daarna wissel je om. Zoals u ervaren heeft, zijn de oefeningen die we net gedaan hebben in relatie tot lymfe en lipoedeem vrij eenvoudig om te doen. Maar ook vooral heel erg leuk om te doen. En ja, bewegen is leven. Dus als u op deze manier regelmatig de oefeningen doet, ja, dan komt dat heel goed tot z'n recht in relatie tot circulatie in het lichaam. En het fijne is ook dat je er heel erg blij van wordt. Als u meer informatie wilt, dan kunt u naar onze website www.bellicon.nl.